Hi. Goedemorgen. Daar zijn we weer. We gaan een cactus maken. Mm-hmm. Een grote groene cactus. Een hele mooie. Ja. Met een potje. En een ribbelrandje. En bloemetjes. Hij is een beetje vallies. Maar daar kan je gewoon doorheen prikken. Wat hebben we nodig? Groen voor de... Voor de cactus. Kijk, groen. Maar ik zit daar aan vast. Ja. Zo, groen voor de cactus. Geel voor het ribbeltje. Ja, mag ook oker zijn, hè? Oker. Oker. Ik probeer netjes mijn R te gebruiken zonder... Rood. Oké. Okay. Kleur voor de aarde. Ik had grijs gekozen, Barbara had bruin. Prima. Kleur voor de bloemetjes. Ja. Leuke roze. En nog een kleurtje voor een randje. Kijk, zo. Randje. Bloemetjes. Oké. Okay. Dus die kleuren heb je nodig. En dan allemaal kleine beetjes. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Barbara. Zet ik hem dan even stil nu? Nee hoor. En vooral nu je dat hebt gezegd. Goed, voor de cactus zetten we 35 steken op met groen. En de eerste pen brei je gewoon recht, zoals je dat altijd doet. Dan zou je de tweede pen normaliter averecht doen. Maar in dit geval, ik stond hier. Maakt niet uit, doe je die recht. Met geel, want daardoor krijg je die ribbel. Kijk, ik ga even tussendoor hoor. Ja. Die ribbel. Dus, een pen recht groen. Dan een pen weer recht geel. Ja, die doe ik nu. Ja. Ontzettend aan het uttelen. Maar ik heb hem. Geeft niks. Ik heb ook een vlek op mijn vinger. Zie je dat? Viezig. Een ketting erop gezet. Ja. Pen 3. Die doe je dan weer recht, maar dan met groen. Oké. Okay. En pen 4 is gewoon averecht met groen. Dus ik zal het herhalen. Pen 1, 35 steken groen. Pen 2, 35 steken recht geel. Pen 3, 35 steken recht groen. En pen 4 is pas averecht met groen. Nou, als je dat dus herhaalt, zo'n 13 keer, dan heb je een lapje van 52 pennen. Ja, zag ik dat goed? Ja, 52 pennen. En dan heb je 13 keer die geel-groene ribbels. En dat hecht je dan af. Ja. En ik zal even dit laten zien, want die draden... Wat doen de draden? Nou, oké, wacht even hoor. Ik ben er bijna. Nog 1, 2, 3, 2, yes. 1. Ja. Countdown. Deze draden... Oh, daar zit hier ook een knoop in. Het is gewoon het echte leven. Kijk, die groene, die moet straks naar de andere kant. Maar die knip je gewoon af... Oh ja. Dat is gewoon meteen vulling voor je cactus. Dus nu ben ik hier. Dan knip ik die gele ook gelijk af. Lekker lang. Oep. En dan ga je weer door met geel. Dus je hebt hier straks groen. Een lapje. Sorry. Groen. Groen. Ja, en dan weer een recht, lapje. Hè? Ja, dan ga je weer recht. En dan gaat de volgende, wordt averecht. En we gaan even laten zien hoe dat lapje er dan uit komt te zien. Waar is die nou? Oh, hier. Heb je? Ja. Wat gek, hè? Dus dit ga je gewoon, dit is simpel. Recht. Averecht. En dan krijg je dit. Ja. Mooi, hè? En dit zijn dus je draden. Kijk hoeveel. En ja. Die hoef je allemaal lekker niet af te werken. Nee hoor, want wat je nu gaat doen, is deze dicht naaien. Zo hier, floep. Ja, zo over de lengte. Het beste is natuurlijk goede kanten tegen elkaar, floep. Binnenste buiten halen. Mm-hmm. Wat wij dan doen is hier met een naald doorheen dicht trekken. Dicht trekken. Dan binnenste buiten keren. Vullen. En dan is de cactus klaar. Zo. De cactus is dicht. Het lapje is nu dicht. Ik heb hem hier zo dichtgestikt. Dan heb ik die draadjes aan deze kant allemaal naar binnen gevloeperd. En hier steekjes opgenomen met hier mijn draadje. En dan doe je, woep, dan trek je hem zo dicht. Nou, is dat niet handig? Barbara Kazan. Dan naai je hem nog wel even netjes, hè, straks. En dan vul je hem straks vanaf de onderkant en dan heb je de cactus.